Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Gerrit van Meij. Ik ben de werkzame studeerder van de Nederlandse Perspect Autoriteit. Ik zal heel kort even wat vertellen over de Perspect Autoriteit. In 2011, 2010 zijn er een aantal misstanden geweest helaas op de persport. Toen heeft Eberhard van der Maan, de burgemeester van Amsterdam, destijds gezegd in Amsterdam geen persportgala's meer, helaas. Toen is hij eigenlijk op zijn vingers getikt door de mensen van de Universiteit van Utrecht en van de Sportraad Amsterdam. En die zeiden, nou, de persport heeft ook heel veel positieve kanten. Doet heel veel voor jongeren, heel veel voor mensen met een beperking. En Eberhard van der Laan is toen sportief geweest en die is voorzitter geworden van de stoelgroep. Het ministerie van VWS heeft aan de NOC zelf de opdracht gegeven om een stoelgroep in te richten. Die stoelgroep is een aantal jaar bij elkaar gekomen. Eberhard van der Laan was voorzitter. En de conclusie daarvan was, er moet één vechtsportautoriteit komen. En die vechtsportautoriteit gaat eigenlijk toezicht houden op de vechtsportsector. Want wij zijn expliciet geen bond. We zijn een toezichthouder die ons bezighouden met de gezondheid van de sporters. Lager? Ja? Worden jullie iets beter nu? Oké, ik zie het. Wij zijn een vechtsportautoriteit waar we bezig zijn met de gezondheid van de sporters. Met criminaliteit, met een beter imago inderdaad, wat Antoine net zei. Dus wij ondersteunen dit idee van Antoine ook heel erg. En wij juichen dit toe. En we willen iedereen een hele sportieve en fijne avond wensen. Dank jullie wel.